Heel vaak worstelen we met de relatie met onze partner. En in zekere zin is dat ook goed, omdat dat de groei geeft in ons leven door daarmee bezig te zijn. Maar vaak willen we het oplossen, de conflicten of de hiaten die er zijn in de relatie, door te eng te kijken naar de relatie zelf. Terwijl we vaak vergeten om het in een breder perspectief te zien. Om te zien hoe onze relatie past binnen ons familiesysteem en binnen het familiesysteem van je partner. De vraag om jezelf te stellen is eigenlijk niet zozeer van wat is er allemaal goed of fout aan je partner. Maar de vraag is veel eer van waarom trek ik deze partner aan? En als je zo gaat kijken, dan kan er iets groeien en kun je een wijdere blik krijgen. De vraag is bijvoorbeeld, heb jij kunnen ontvangen in je leven van je ouders? En ben je in staat om, na ontvangen te hebben, de liefde door te geven? Of is het zo dat je in feite te weinig hebt ontvangen voor je gevoel? En kun jij niet geven? Of is het zo dat je als kind hebt geprobeerd voor je ouders te gaan zorgen, emotioneel of fysiek? Wat tevens betekent dat je geen kind hebt kunnen zijn. En dat je niet echt hebt kunnen ontvangen. En voel je dat je in je relatie de neiging hebt om op dezelfde manier als je voor je ouders gezorgd hebt, nu voor je partner te gaan zorgen. Waardoor de relatie niet meer gelijkwaardig is. Tussen partners is het belangrijk dat er een balans is tussen geven en nemen. Dus dat jij niet alleen maar geeft. En dat je ook niet alleen maar ontvangt. Want dan wordt het ongelijkwaardig. En gaat een van jullie beiden de relatie beëindigen. En dat is bijna altijd degene die het meest ontvangen heeft. Omdat hij in de schuld komt te staan. En voelt dat de relatie niet gelijkwaardig is. En die schuld is vernederend. Vaak zoek je bij je partner wat je gemist hebt uit jouw familiesysteem. Of brengt jouw partner iets in wat in jouw familie van herkomst niet erkend of gezien is? Bijvoorbeeld, je partner is verslaafd. En die partner trek jij aan omdat iets in jouw familiesysteem rondom verslaving nog niet gezien of opgelost is. Je trekt vaak aan iemand die lijkt op je ouder, trek je vaak aan als partner. Omdat je dan in je partnerrelatie alsnog iets wil oplossen wat je met je ouder niet hebt kunnen oplossen. En dat is niet mogelijk om dat via je partner op te lossen. Het is dan belangrijk dat jij gaat kijken naar wat er te helen is naar in de relatie met jouw ouders. Al deze patronen spelen zich altijd onbewust af. En daar kun je niet met je mind, met je gedachten, met denken bij komen. Maar je kunt wel die patronen gaan zien in een familieopstelling. Op mijn website genietenvanmeditatie.nl kun je daar meer over lezen. Ook in mijn blogs die ik daarover geschreven heb. En je bent ook van harte welkom voor een familieopstelling bij mij, ofwel online via Zoom of individueel bij mij thuis in Eindhoven, waarbij we vanwege de corona 1,5 meter afstand houden.